terug. Laat ik beginnen met de trainer te feliciteren met deze uit het vuur gesleepte overwinning, mogen we wel stellen. Ja, dat... Kijk, we hebben maandag nog in de nabespreking na de blamage tegen Barendrecht. Zeg dat hier wat te halen valt. Ja, deden de meeste jongens een beetje lacherig om, ja goed, hoe kunnen we daar winnen, weet je. Dus ja, goed. Ik zeg, iedere wedstrijd heb je een kans. Ik ben niet overdreven. Ik vond zelf dat we vandaag iedere die wedstrijd op slot moeten gooien. Want ik vind dat we onprofessioneel de countermogelijkheden hebben uitgespeeld. Want als dat zeg maar goed is, kijk in de slotfase weet je dat zij opportunistisch gaan spelen. Ze hebben ze gedwongen om in de rust een dubbele wissel te plegen. Waardoor ja, zij natuurlijk alles of niks gaan spelen. En dan weet je dat het open staat bij hun en daar moet je gebruik van maken. Dat hebben we niet goed gedaan. Dat is het enige wat ik de jongens een beetje kwalijk kan nemen. Maar over inzet is geweldig. Natuurlijk ook Spakenburg speelt... 4-4-2 rijdt op het middenveld, dan moet je tactisch zo goed mogelijk staan en goed communiceren met elkaar. Ja. En dan, ja, het vereist heel veel concentratie. Dat wordt goed gedaan, ja. Ja, de eerste helft was net als vorige week tegen Barendrecht van heel hoog niveau aan jullie kant. Klopt, ja. Klopt. We de wedstrijd het stond goed, we hadden alles onder controle. Ze hadden natuurlijk niet verwacht dat wij gewoon achterin 1-op-1 gingen spelen. En dat we gewoon met de backs constant eroverheen dinderden. En hun backs gingen vangen. Nou, dat was onze kracht de eerste helft. En terwijl we in de omschakeling waren we levensgevaarlijk. En alleen wat ik zeg, we hebben het niet goed uitgemunt. In de tweede helft komt er heel veel druk van Spakenburg. Dan zie je dat dit wel een betere ploeg is dan het elftal dat jij hebt, hè? Ja, dat is logisch als je kijkt wat voor namen erin lopen. Brok aan ervaring. Ja, ik denk een van hun spelers, een van de wisselspelers van hun het meeste ervaring heeft dan mijn basis in de topklasse. Met alle respect. Maar goed, wil niet zeggen dat, dat wij het in ieder geval zo lastig hebben gemaakt en die 3 punten gepakt. Ja. Had Pengel vandaag gespeeld als Huijmans zich niet zeker had afgemeld? Zeker. Dat was wel de bedoeling, omdat wij met een opkomende back spelen. Dus dat had zeker kunnen gespeeld, ja. Oké, dan terug naar de strijd van de tweede helft. Het voetbal was misschien niet zo goed, maar is dat iets wat je mee wil nemen en volgende week weer terug wil zien tegen Genemuiden als het echt om de punten gaat? Ja, die strijd, dat is eigenlijk de basis om een wedstrijd te winnen. Als dat niet goed is, kun je niet zo goed op balbezit spelen, zo lang mogelijk. Maar als je hem niet hebt, dan moet je gewoon alles geven. Ik zeg, Genemuiden is nou de volgende tegenstander. Het is een 6-punten wedstrijd. Kijk, als je nog zo'n wedstrijd af wilt winnen volgend jaar, dan zou je gewoon die wedstrijden van vier concurrenten moeten winnen. Anders speel je gewoon tegen de buren, met alle respect. Okay, gefeliciteerd, genieten van de terugreis.